Goedemorgen. Ik ben weer wakker en het is 9:45. Om 10:00 komen de mannetjes van de kringloopwinkel. Onze oude, mijn vriend zijn oude tafel en stoelen en zo halen. We hebben samen nieuw gekocht. En ik hoef niet naar buiten, gelukkig, want het is echt rot weer. Dus ik ga nu even mijn haren doen. Ik had vlechtjes in gehad, dus ik heb echt zo'n bos haar. Dus even mijn haren doen en dan even ontbijten. Het is laat, ik weet het. Ik ben altijd zo. Maar en dan gaan we beginnen met de dag. Dus ja, dat gaan we doen. Zo, lekker ontbijtje. 3 rijstwafels met hummus. Niet dat ik altijd zo gezond eet hoor. Ik kan ook wel gewoon 's morgens een dikke vette uitsmijter eten. Nou, ik moet een beetje gaan opletten op wat ik eet. Als iemand hoort zingen op de achtergrond, dat is mijn vriend. En aangezien hij nog in de douche is, kan ik lekker aan de tv even Beauty Gloss kijken. Niet dat hij dat erg vindt, hoor. Beauty Gloss vindt hij wel leuk. Maar ik kijk zoveel van die filmpjes, dus dat zit hij ook niet te zien. Maar ik ga even lekker kijken en eten. Zo, volgens mij heb ik de hele dag niet gevlogd, want ik ben de hele dag bezig geweest met eerste vlog te editen. Vet moeilijk, lastig laat ik het zo zeggen, maar het is gelukt. Ik durf hem niet online te zetten, dus ik laat hem eerst nog even zien aan mijn nicht. En die is ook YouTube verslaafd, net als ik. Dus ja, maar ja, dat was leuk, ik heb veel geleerd. En nu ga ik lekker eten maken en dan ga ik mijn kleren inpakken, want ik ga morgen weg. Ik kom zondag pas terug, morgen is vrijdag. Dus ja, gaan we even doen. Ik ga kip maken. Ik eet alleen maar kip, maar nu andere kruiden en zo. Het is al laat. Ik ga slapen. Tot morgen. Doeg.